Goedemorgen. Waarschijnlijk is dit de laatste vlog van deze klus. Want het is allemaal nu wel een beetje hetzelfde. Zei ik vorige keer ook al. Niks vernieuwends. Dus ik wacht weer tot er nieuwe klusjes komen. Dat ik jullie ook wat nieuws kan laten zien. Ik zal nog steeds wel wat dingetjes filmen en het eindresultaat laten zien. Maar niet elke dag een update. Het wordt een beetje eentonig. Ik ga nu even naar Bouwman. Even een paar t-shirtjes halen. Want mijn neef die heeft een darttoernooi van het weekend. Vanmiddag brengt hij naar de drukker. Er komen gouden letters op. Roy Zwart Schildersbedrijf. Dan kunnen ze hem eventjes gaan promoten daar. Als ze hun best doen. En het weekend betekent vroeger vrij. Kids uit school halen. Kappertje natuurlijk. Zoals elke vrijdag. En dan morgen weer naar zwemles. Voetbal. Ik ben aangekomen bij Bouwman. Even een paar t-shirtjes halen. Plamuur. En nog wat andere dingetjes. Ik zie jullie zo. Het is druk bij Bouwman. Mooi toch of niet? Top. Nou, de shirtjes opgehaald. Die breng ik straks naar de drukker. Eerst even koffie halen, want dat was vergeten. Anders hebben we geen koffie op het werk en dan gebeurt er helemaal niks. Het erkertje heb ik 2 dagen geleden afgeplakt en is voldoende uitgehard om te gaan afplakken. Onder het raamkozijn zit een loodstrip die heb ik afgekit en gedeeltelijk meegeschilderd. Die plak ik af met gele tape en schilder het lood met een grijze verf in de kleur van het lood. De roeder schuur ik nog even lichtjes op voor de hechting. Met een bladblazer blaas ik al het loszittende stof weg. De glasroeder schilder ik nu eerst met een witte algroend. Dat is een sneldrogende primer voor kunststof, metaal en hout, maar wat ook perfect op glas hecht. De loodstrip schilder ik eerst in een grijze algroend voor de hechting en daarna schilder ik hem af met een zijdeglanzende verf in de kleur van het lood. Daarna verwijder ik ook gelijk het tape weer, zodat ik zo strak mogelijk een lijn creëer. Ik dicht nog een paar kleine scheurtjes in de glasroeders door middel van een glaskit. Daarna schilder ik de roeders af met een witte allure gloss 9016 in dezelfde kleur als het kozijn in de daklijst. Ik verwijder daarna gelijk het tape als de verf nog nat is in verband met rafelen, zodat ik weer super strakke lijnen krijg.
zit weer in de auto. Klusje weer gedaan, het is weekend. Ben onderweg naar Spakenburg. Een paar t-shirtjes inleveren. 3 zwarte voor de darten van het weekend. Eentje in mijn eigen maat. Dan heb ik ook een soort nette t-shirt voor mijn, naar klanten toe met mijn reclame erop. Roy Zwart, schildersbedrijf. 3 witte t-shirtjes weer, lekker verse t-shirtjes. Zodat ik er fris uitzie. Want de schilder die heeft witte kleding. Proberen we het maar eens wit te houden. Doet de wasmachine best wel zijn werk. Maar verse t-shirtjes ziet er altijd weer wat netter uit. Ik heb vandaag niet zoveel gefilmd op het werk. Ik heb wel weer veel gedaan. Het dakkapel, het zwart heb ik afgeschilderd. Het erkertje van de buren heb ik voorgelakt. Stijger afgebroken. Dan kon ik beter bij de daklijst. De daklijst die schilder ik dan in één keer ook met de buren. Zodat je geen overloop hebt. Het dakkapel rechts heb ik afgeschilderd. Het dakkapel links is voorgelakt. Straks naar de kapper. Daarna de kinderen ophalen. De kinderen zijn lekker het weekend weer bij me. Leuke dingen doen. Zondag gaan we even lekker met de kinderen naar oma schoonvader. En dan gaan we een beetje ravotten met die kinderen. Kinderspeeltuintje of iets. Ik ga straks naar huis en dan ga ik in de tuin bezig met het terras. Die heb ik een tijdje terug zwart geschilderd, de terrastegels. Alleen, ik heb mat gebruikt. Dat blijkt niet zo goed in onderhoud om schoon te krijgen. Dus ik ga hem nu in de zijdeglans spuiten. Zodat hij hopelijk beter schoon te houden is. Ook omdat mijn tuin helemaal uit tegels bestaat. Ga ik een randje tegels weghalen. En daar kunstgras in leggen, zodat het water beter wegloopt. Soms als het flink geregend heeft, dan stroomt de hele tuin onder water. Het water kan nergens heen. Zorg ik dat het water een beetje weg kan lopen. Heel misschien ga ik mijn schuurtje nog eventjes schilderen. Want ik heb een filmpje gemaakt van mijn materialen. En als ik daar terugkijk, dan denk ik toch, nou, dan mag ook wel een keer een beurtje gebruiken. Ziet het er zo netjes uit en dan is het schilderwerk niet gedaan. Toevallig ben ik schilder, dus voor mij is het zo gebeurd. Gewoon weer even lekker een fris kleurtje. Verfspetters van de wanden. Ik ben natuurlijk daar druk bezig met werken. Soms neem ik luikjes mee naar huis. Soms moet ik eventjes een meubeltje spuiten. En dan zit toch weer alles onder de verf. Dus dat. Ondertussen ben ik lekker tegen jullie aan het lullen. En ik moet naar Spakenburg, maar ik rijd richting Almere. Zal wel de vermoeidheid zijn. Dus ik hoop dat ik overal op tijd ga komen. Ik moet om 2:30 bij de kapper zijn, het is nu 2:15. Dus ik heb 3 kwartiertjes om heen en weer naar Spakenburg te rijden. We gaan het zien. Kijk eens, daar is hij hoor. Onze sticker aan. Kusje aan het rappen. Shirtjes weggebracht, kappertje gepakt. Weekend kan beginnen. Zo, denk je even je zoontje op te halen? Moet je ook gelijk die hond uitlaten? Thuis afgezet. Even naar een klusje van mijn broertje. Broertje Jesse is ook schilder. Die had een stijger geleend. Dus die gaan we even ophalen. Kan ik die weer voor eigen klussen gebruiken. Broertje heeft een klusje in Baren. Het is ook een heel leuk klusje wat hij aan het doen is. Vandaag een beetje druk met aan het rijden, rennen, vliegen. Ik hoop dat ik nog een beetje aan mijn tuin toe kom. Straks de tuin te doen en anders ga ik dat morgen doen. Verf zit al in mijn spuit, dus anders zit de hele weekend mijn spuit vol met verf. Nou, die zitten we erin. Rust, weekend. File, 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 file. De hele dag file. We hebben hier en daar de tuintegels even wat opgehoogd, want door het vele water was het verzakt. Ik heb bij de randen wat tegels verwijderd en daar kunstgras in gelegd, zodat het water wat beter weg kan stromen. Thank you.
Nu ga ik de tuintegel spuiten. Dat doe ik met een zijdeglanzende betonverf in de kleur 9005 zwart. Die spuit ik door middel van een airless spuit. Van Wagner. Ik heb gisteren de tuintegels ingespoten met anti-allig, zodat de allig die op de tegels zit verdwijnt. Met de staalborstel heb ik de tegels wat opgeduwd en getest of de eerste verflaag goed gehecht heeft. Het zand tussen de tegels heb ik zoveel mogelijk verwijderd, zodat er geen zand tussen de voegen op mijn spuitwerk waait. Ik heb eerst het ene deel van de tuin gespoten, zodat ik daar de tuinmeubels kon neerzetten wanneer het droog was. De volgende dag heb ik de andere deel van de tuin gespoten. Had nog wat zwarte verf over, dus die spuit ik nu in mijn schuurtje op het plafond. Om gelijk een start te maken van het schilderwerk in mijn schuur. Oh, goedemorgen. Het is maandag, tweede Pinksterdag. Eigenlijk een zondag. Prachtig mooi weer om te schilderen. Dus ik kan dit dagje niet laten gaan. Dus ik ga nog weer het een en ander eventjes doen. De klus. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Wel druk weekend. Vrijdag rennen en vliegen. Daarna nog even wat in de tuin gedaan. Zaterdag nog even wat in de tuin gedaan. Kunstgras neergelegd. Gelukkig hebben die kinderen goed geholpen. Terrasje weer mooi zwart gespoten. Daarna nog even wezen kijken bij het darttoernooi. Shirtjes gebracht natuurlijk. Zondag lekker die kinderen naar het strandje geweest. De kinderen hebben lekker lopen refotten. Zand vind ik nog overal. Maar hun hebben het naar de zin gehad, ik heb het naar mijn zin gehad.
gezwommen. Gisteren weer vroeg naar mijn bedje. Nu weer onderweg naar de klus. Ik zie jullie daar. De grote lijst staat in de grondverf en die repareer ik nog even bij met lakplamuur van Jansen. Dan hetzelfde riedeltje bij het dakkapel, afplakken van de donkere kleur. Als ik nog ergens oneffenheden zie, plak ik een geel tapeje op als markering voor de laatste ronde plamuur en kitten. Nu schuur ik de glaslatten op met een handschuurpapiertje korrel 400 voor de hechting. Goed afstoffen, afnemen en stofvrij maken voor het schilderen, zodat er geen stof op komt. Daarna primer ik de roeders weer met witte algroend. Nu eerst even een bakkie, zodat de primer kan drogen en daarna schilder ik ze weer af met een witte kleur. Nu de verf nog nat is, trek ik de tape eraf voor strakke lijnen. Nog even snel het zwart van het erkertje schilderen voor de tweede keer met een allure gloss en dan zit mijn dag er weer op. Ik zit weer in de auto, onderweg naar huis. Even lekker een hapje eten, een douche pakken en dan naar de sportschool. Like, abonneer, laat een reactie achter. Een hele fijne avond.